Kun je uitleggen wat je het meest mist aan het dagelijks bezig zijn met een spelersgroep en aan de voetballerij? Wat mis je nou het meest? Het meest wat ik mis is eigenlijk de hele dag. Dat is 's morgens vroeg. Wat ik ook in die periode heb gedaan, in mijn slechte periode, om het zo maar te noemen. Ja, altijd wel vroeg eruit, 7 uur, zonder een wekker te zetten, ingebouwd. Ja, en dan 's morgens, dus de dag van gisteren, dus recupereren. En dan met mijn briefjes, dus mijn trainingen klaarmaken, met extra attentiepunten voor bepaalde spelers, in linies of puur persoonlijk, in gesprekken. En dan naar de club gaan, de zaken bespreken, wat ik ga doen. Dus met mijn hulptrainers, met mijn fysiotherapeut, wie is er fit, wie is er niet fit. En dan ja, het veld op, tussen de middag, dus met de ploeg, dus een hapje eten. En daarna mijn kantoor in en mijn briefjes bijstellen of opnieuw maken. Dus voor de middagtraining. De ideale baan voor jou? Ja. Is geen mooiere baan? Nee. Ze zeggen wel eens voetballer is mooier dan trainer. Maar trainer is dan uiteraard op de tweede plaats. Nou, ik heb niet lang gevoetbald. Ik heb ook niet hoog gevoetbald. Ooit eens een keer een contract aangeboden gekregen bij Haarlem, toen ik op het CIO zat. Maar dat ging door omstandigheden niet. Waar ik overigens nog wel eens over nadenk, wat had me dat gebracht als voetballer? Maar eerlijk gezegd, gezien mijn kwaliteit, ik was erg snel. En niet al te veel techniek. Ja, maar misschien had ik het is wel een paar jaar betaald voetbal kunnen spelen. Maar goed. Trainer vind ik dan, ik vind het Jezusvak. Je bent nu 65 jaar. Veel mensen die gaan met pensioen als ze 65 zijn. Maar ik heb het idee dat jij nog wel heel graag aan de bak zou willen komen ergens. Als ze gisteren hadden gebeld, dan had ik hier vandaag niet gezeten, Martijn. Hadden we wel een andere keer gezeten. Maar dan was ik vandaag op het veld geweest. Maar als ze niet bellen, ja, dan houdt het op. En ik ben dus heel veel dus bij wedstrijden. Ik ga dus heel veel kijken dus bij Groningen. Ga heel veel kijken bij Heerenveen. Zit wekelijks, als Cambuur thuis speelt, ja, sla ik bijna geen wedstrijd sla ik over. Dus ik zie het voetballen, ik spreek het voetballen, ik ruik het voetballen. Nou, en tegenwoordig doe ik dan dus weer op vraag de club van Ronald en Frank de Boer in Grote Broek, de Zouave. Nou, dus daar ben ik dan nu 2 keer op een zondag geweest. Dus we hebben weinig wedstrijden gezien van Ajax niet, of van Ajax niet, van Groningen niet en van Heerenveen niet, wel van Cambuur. Dus ik zit er wat dat betreft, vind ik, dus nog volop middenin. Hoe lang wacht je al op dat telefoontje? Nou, voor mijn gevoel en mijn geestelijke lichamelijke fitheid tot de houten jas komt. Ja, en dat meen ik echt. Dat meen ik echt. Kijk, en dat vind ik dan. Kijk, ik ben natuurlijk ook begonnen als jongste ventje van de klas. Ik was de jongste trainer, jongste hoofdtrainer. Ik was geloof ik 27, 27,5 of zo. Of net 27, weet ik het. Bij Wageningen was ik de jongste trainer. Nou, en toen liepen er in mijn optiek liepen er ook natuurlijk een zootje oude zakken rond. Maar die hadden even wat meer te vertellen als ondergetekende. Maar dat wist ik wel. En dan heb ik het over Happel, dan heb ik het over Michels en dan heb ik het over Rijvers. En er zat natuurlijk een tussencategorie in. Dus met name, die liet me straks vervallen. Dus van Bertus Jacobs. Nou, daar heb ik het vak van geleerd hoor. 3 jaar. Dus aan de hand van Bertus mee kunnen lopen. Dus bij FC Utrecht. Ja, en die waren natuurlijk net een stapje ouder. Jan Brouwer, Henk Willems, Leo Steegman. Ik zal er ongetwijfeld nog een paar vergeten. Hoe frustrerend is het voor je dat dat telefoontje maar steeds niet komt? Nee, is er niet. Waarom niet? Heb je daarbij neergelegd? Nee, ik vind alleen dat die mensen dom zijn. Ik zou het wel weten. Als ik beleid kon maken, dus bij een club, en dan heb ik het niet meer over Ajax, PSV,
Feyenoord zou je er wel bij kunnen rekenen. Maar goed, Feyenoord is ook een keer mijn neus voorbij gegaan. Wat ik toen eigenlijk in mijn hele carrière best wel... dat vond ik heel erg jammer. Dat was oma Cor van der Gijp, om even er tussendoor te stappen. Die was toen de technische man bij Feyenoord. En ik zit bij Co-Ed. Eerste jaar Co-Ed was prima. Na competitie gehaald, net niet gepromoveerd. Bij goede spelers. Onder andere Harry Dechever. En stormt die Bob, die Maaskamp, die vliegt mijn kantoor binnen. Hij zegt, we moeten oma Cor bellen, oma Cor bellen. Ik zeg, joh, Bob, waar gaat het over dan? Hij zegt, je moet trainen worden voor Feyenoord. Ik zeg, wat? Hij zegt, je kan trainen worden voor Feyenoord, oma Cor bellen. Dus ik bel oma Cor van mijn kantoor, dus in Deventer. Ik krijg oma Cor aan de telefoon. Hij zegt, godverdomme, je moet morgen beginnen. Hij zegt, die kut Pinverbeek, die hebben we eruit getrapt. Die kent er helemaal geen kut van, helemaal niks. Ik zeg, oma Cor, doe even rustig aan. Ik kom graag. Ik zeg, maar ik moet wel even wat bespreken hier met die mensen. Dus van Co-Ed. Zo gezegd, zo gedaan. Die mensen die zeiden, ja, als jij naar Feyenoord kan. Ik had nog een anderhalfjarig contract. Dan willen we je niet tegenhouden. Dus ik kom een koor. Hij zegt, komen. Dat was een paar dagen later. Ik sta met mijn tas, s morgens om 6:45, op mijn rug. En we hadden die looptelefoontjes nog niet. En ik heb de sleutel in de auto. En mevrouw, de moeder van mijn kinderen, Wil, die komt achter me aan. En die zegt, Frits, telefoon, oma Cor. Zo stom als dat je stom kan verzinnen, vind ik dat. Ik denk, oma Cor moet even weten of ik al onderweg ben of zo. Dus ik zeg, oma Cor, maak je geen zorgen, ik kom eraan hoor. Toen zegt oma Cor, hij zegt, blijf helemaal lekker thuis. Hij zegt, want ze hebben mij ook een bijl in mijn rug geslagen. Hij zegt, en die van de Rijden, die moet het overnemen, die mediaman. Jij hoeft niet te komen. Toet, 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 toet. Ik denk, godverdomme, wat is dit dan zeg? Dus ik heb meteen de club gebeld, John Pothoven. Dat was toen de technische man bij Co-Ed. En toen stond ik dezelfde dag dus weer bij Co-Ed op het veld. Is dat je grootste frustratie, dat het destijds niet doorging? Het was geen frustratie, maar ik vond het wel heel erg jammer. Grootste teleurstelling? Ja. Dat is een beter woord. Ik vond het wel heel erg jammer. Want veel mensen zeggen van, die Korbach was een goede trainer, heel vaak gepromoveerd. Ja. Maar hij heeft nooit een topclub onder zijn hoede gehad. Nee. Maar je bent er dus wel een paar keer heel dichtbij geweest. Ja, ik ben er dichtbij geweest. En ook bij Ajax heb ik begrepen. Ja. Dus wij spelen met PEC tegen het grote Ajax. Piet Schrijvers, Ruud Krol, Tje Ling, Frank Kanese, Jesper Olsen, Søren Lerby. En wij winnen met 3-0. Martin Eibrink, dat was toen de grote financiële man, grote projectontwikkelaar, had een hoop geld erin zitten. Die was nogal zakelijk goed, dus met Ton Harmsen. En wij winnen met 3-0. Dus dat hele zootje van Ajax, dus Ton met Vera, zijn vrouw, en die oude Westrik, die oude Brandstede met die gebakjes erbij, met die bontjas van. En in een betrekkelijk kleine bestuurskamer. En het was een beetje een bedrukte stemming. Ik denk, godverdomme, hebben wij nou gewonnen? Of hebben die mensen uit Amsterdam gewonnen of zo, weet je wel? Dus ik zeg op een gegeven moment, voorzitter, mag ik even wat vragen? Jawel. Ik zeg, hadden wij afgesproken dat als wij van Ajax zouden winnen, dat het neuken om 11:00 zou beginnen. Ik zeg, kijk het is 10:50. Ik heb nog nooit zo hard die bontjassen voorbij zien lopen. Als een raket de deur uit. En ik ben nog ergens met mijn vrouw ergens terechtgekomen. Dus nog even een biertje gedronken. En de volgende morgen trainden we nog niet op zondagmorgen. Dus ik lig er nog in mijn mandje. Toen hadden we dan ook zo'n hype, zo'n telefoon naast bed, weet je wel. Dus telefoon, mijn voorzitter, Jan Wiersma. Hij zei, wat heb jij nou gedaan gisteravond? Ik zeg, voorzitter, wij hebben volgens mij gewonnen met 3-0 van Ajax. Hij zei, ik heb net Ton Harmsen aan de telefoon gehad. Jij stond nummer 1 op de lijst om achter Leo Beenhakker trainer te worden bij Ajax. Dan heb ik gezegd. Ik zeg, maar ik denk niet dat het handig is als Duitser om in Amsterdam te gaan werken. Maar dat was er een voor de kenners. En als je dat erbij uitzendt, dan krijgen we nog een pak narigheid. Maar dat is wel leuk. Er is er nog één.
Kees, de lange Kees Ploegsma, is dus de grote meneer, dus bij PSV, hè. En die moeten een nieuwe trainer hebben. Over welke tijd praten we dan? Ja, dan moet je maar even opzoeken. Er waren twee, hè, hoorde ik later van Kees. Hè, toen we eens een keer ergens waren. En Hans, die werd trainer. Hans Westerhof. Ja, dat was in die periode. Dus dan moet je PSV even pakken wanneer dat precies was. Periode Hans Westerhof na zijn periode in Groningen. Ja, dus zeg maar, klopt. Ja. Dus 8 jaar geleden. Hè, Ron Jans heeft 8 jaar gewerkt. Nee, is Ron gekomen? Ja, nee, dat is gewoon, hoe heet het, begin jaren 90 had Westerhof Groningen onder zijn hoede met Milko Djurovski, et cetera. Ja, ja. En toen, daarna is hij volgens mij naar PSV gegaan. Ja, klopt. Dus dat zal wel rond de jaren, denk 94, 95, ja, 96 zoiets zijn geweest. Ja. En toen maar we beginnen het verhaal nog maar een keer even over Kees Ploegsma. Nou, dus Kees zei dat hij dus twee kandidaten had toen. Hans Westerhof en ik. Maar mijn naam is nooit gevallen. He, dus althans niet naar buiten uit. En toen is Hans, die is daar de hoofdtrainer geworden. En later heeft Kees eens een keer tegen me gezegd. Hij zei, Frits, daar heb ik een fout mee gemaakt. Dat jou moet nemen. Nou, dat is leuk om te horen. Maar is niet gebeurd. Dus eigenlijk ben ik, zeg ik dan, dus zeg maar een schaduwman geweest bij alle drie de clubs. Met de dichtstbijzijnde natuurlijk Feyenoord. Daar was je dichtbij. Ja. Ik ging ervan uit, als je met je tas klaar staat, dat je er naartoe kan natuurlijk. Is dat de grootste teleurstelling ook in je carrière geweest? Dat je nooit een club van de traditionele top 3 onder je hoede gehad hebt? Nee. Nee, ik heb dan nooit. Nee. Enige moment wat teleurstellend was. Daar praat ik even achter jouw opmerking aan. Ja, dat was echt teleurstellend. Dat was Feyenoord. He, want dat was grijpbaar. He, dat was tastbaar. Had je gepast bij een topclub? Ja, ik vind het wel. Zeker weten. Waarom? Ja, dan kom je al gauw natuurlijk op een tour die wat eigenwijs klinkt. He, maar ik kom zoveel spelers nog tegen. He, dus ook in de tussenliggende periode, tot en met de dag van vandaag, die zeggen, we hebben zo'n verschrikkelijke mooie, fijne periode met jou gehad. En bijna iedereen is dus vanuit zijn eigen niveau beter geworden. Maar bij een topclub is het toch wel heel anders werken dan bij clubs als bijvoorbeeld Volendam, Heerenveen, met alle respect? Nee, dat vind ik niet. Het ligt er maar aan hoe je daar dus in stapt. Kijk, en ik weet ook wel dat er dus een aantal clubs zijn die zeggen we moeten hem dus een beetje op afstand houden. Want hij weet te veel, hij heeft te veel kennis. En hij brengt die kennis, die brengt hij dus naar ons toe. Dus hij is eigenlijk een beetje de baas over ons. Het is gewoon een ventje die, dus ze zijn bang voor de kennis, voor het resultaat. En dat ze zelf een beetje naar de achtergrond worden geduwd. Dat is ook wel eens gezegd, hoor. Maar je bent nu 65, maar je voelt je nog heel krachtig, je voelt je nog heel fit. Je zou het gewoon zo weer aankunnen om een voetbalclub te leiden? Ja, 100%. Maar je vindt het gewoon dom dat men niet in zee gaat met Frits Korbach? Nee. En ik heb daar natuurlijk ook nog wel een opmerking van en over. Kijk, Nederland in zijn algemeenheid is natuurlijk ook een land, het is van stigmatiseren. Kijk, ik heb natuurlijk het eerste gesodemiete gekregen, toen ik bij die Turken vandaan kwam, dus bij het Istanbul Spoor. Met Leo Beenhakker? Ja, met Leo. En ik stap uit het vliegtuig en ik stap bij Hugo Kenzerink, de voorzitter van de graafschap, in de auto. Ik had daar een contract getekend door de telefoon. Nou, dat moest alleen nog even ondertekend worden. Nou, ik heb getraind met die klanten. Nou, de pers die is daar. En ik had hier nog een appartement in Leeuwarden aangehouden. En vervolgens, ik zou naar huis rijden, mijn auto staat klaar. En ik denk, dan ga ik bij Zwolle er nog even af. Daar speelde een tweede van de graafschap. En ik word wakker in een ziekenauto. En het toeval wil dan ook nog. Ja, dat is bizar. Maar er zitten twee van die exotische verpleegsters in. En die zeiden, meneer Korbach, is het wel goed met u?
Toen dacht ik, die kut-Turken, die spreken nog Nederlands ook, zeg. Nou, wat was er precies gebeurd? Nou ja, ik ben ondersteboven gevallen. He, dus ik heb daar aan de stekkers gelegen. Iedereen is bij me op die kamer geweest. He, de neuroloog, de cardioloog, de gynaecoloog. Ik zei, jij zit een deur verkeerd. Maar dat was even een grapje. En toen zeiden ze ook nog van, ja, dan moet je nog even blijven of zo, weet je wel. Maar ja, ik voelde me gewoon, na een aantal uren, voelde ik me gewoon heel goed. Dus ik heb die plakplaten, die heb ik eraf gehaald. Ik heb mijn pak aangetrokken. En ik ben weer naar de club gegaan. En ik heb daar gewoon het seizoen afgemaakt. Na alle tevredenheid, he, stonden dus zwaar op degraderen. We zijn er redelijk makkelijk ingebleven. We beginnen de nieuwe competitie, eerste trainingsdag. Ik ben mijn ruimtes aan het uitzetten. He, dus met die pionnen, met die hoedjes. Zelfde verhaal, pleur weer ondersteboven. Ligt daar weer een doetigen. Nou, ook niks te vinden. En vervolgens ga ik met de club naar Fortuna. Nou, we zijn 's morgens vroeg weggegaan, tussen de middag geslapen. En ja, niks aan de hand. En daar gebeurt het me weer. Maar met de camera er volop. Met dat ding van het veld afgedragen. Dus toen kom ik bij die neuroloog daar in Sittard. En die zegt, meneer Korbach, u heeft epilepsie, ja. Ik denk, godverdomme, waar heb die het nou over, zeg, als je niet bekend bent dus met dat niveau. Dus die heeft medicijnen meegegeven. Nou, en die heeft het hele verhaal doorgezeind naar die van de Kruik, die neuroloog in Doetinchem. Dus dat was het verhaal. En dat heeft zich nog vaker voorgedaan? Ja, ja, ja. Ook ja. Na de medicijnen? Ja, ja, dat heeft ook weer een verhaal. Ik ging natuurlijk heel slordig om met die medicijnen. Ik nam ze wel eens niet, ik nam ze alle drie tegelijk. Ik nam er eens een keer één. En ja, dat heeft dan dus toch een bepaalde invloed. En in combinatie met drank, of was dat niet erg? Jawel, ja, dat zijn ook niet al te grote vrienden, die twee. Maar goed, het verhaal was, ik was met mijn toenmalige vriendin. We woonden nog in Etten, vlakbij bij Doetinchem. En ja, wij gingen dan altijd vroeg. Hè. Zij ging daar mee, daar even naar Almelo. En ja, dan nam ik na de persconferentie een papiertje in dat spijkerschoon. Nou, zij reed altijd terug. Maar op die bewuste avond, ja, heeft zij met een aantal sponsoren, heeft ze zitten vreten en zitten zuipen. Dus ik heb die sleutel gepakt. Ik zei, jij rijdt niet, ik rijd wel. En vlak voor huis, ook aangehouden. Blazen, fout. Nou, en dan kom je dus in die molen. Want officieel is het zo, als je zo'n insult hebt gehad, hè, een epileptische aanval, dan mag je officieel niet een jaar rijden. Nou, en dan zeggen de neurologen, wij hebben geheimhouding, dus die doen dan zo. Maar beide met elkaar, en dan zit je ineens in die kar van die mensen. Nou, dat was wat. Rijbewijs weg. En hoe is het tegenwoordig met die epileptische aanvallen? Geen last. Nog wel medicijnen? Ja. En trouw. Dat wel. Dus de neuroloog die zegt ook van, ja, blijf die dingen nou gebruiken, want dat heeft absoluut geen bijwerking. En waarom zou je het risico nemen? He, dus gewoon dus één pilletje of drie van die pilletjes op een dag. 'S morgens zijn, 's middags zijn en 's avonds zijn. Klaar. Maar al die voorvallen, ja, onder het kopje epileptische aanvallen, die hebben ook, zeg maar, jou een stempel gegeven? Ja, 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 ja. He, dat ze toch zeggen van, ja, we durven het niet aan of zo. Heb je nog het idee dat er ooit nog weer een belletje komt? Of heb je die illusie misschien begraven? Nee, niet begraven. Maar ik ben wel realist. Hè, dat ik zeg, kijk, ik wil het heel graag. Maar het is ooit iemand geweest. En ik weet bij God niet meer wie dat was. Maar die vond ik een hele scherpe opmerking maken. Die zei, iets wat je nou heel graag wil hebben. En je blijft daar maar, he, dus naartoe gaan, he, dus met je platen, he, dus boven hierin, ja, dan krijg je het niet. Dus ik hou me er eigenlijk ook niet mee bezig. He, dat, kijk, jij vraagt er nu naar, maar als er bij mij niet naar wordt gevraagd, dan is mijn stemmetje er niet van, zouden ze vandaag nog bellen? Zal ik eens dicht op de telefoon?
Dit was toevallig een 070 nummer. De Haag, zou je denken. Maar ik kan me niet voorstellen dat het ADO is. Dus wat voor nummer omdoet. Maar ben je niet heel erg teleurgesteld in het wereldje? Nee. Nee, ik heb dat altijd zo gezien. Want wat voor wereld is de voetballerij? Hoe zou je die willen omschrijven? Nou, die kan ik in één korte zin samenvatten. Ik vind het een topwereld. Er gebeurt zoveel dingen. Of er gebeuren zoveel dingen waarvan ik zeg en ik vind... Ja, dat maak je nergens anders mee. Dat is toch geweldig. Maar het is ook een hele harde wereld, denk ik. Ja, hij is spijkerhard. En daar moet je dus precies tussen passen. Het is ook volgens mij een beetje uit het oog, uit het hart, toch? Ja, 100%. Maar het is wederzijds, hè. Kijk, ik heb dan 5 jaar bij PEC mogen werken. Nou, en als je nou weet, hè, dus vanaf de momenten dat ik daar ben weggegaan... Ja, je komt dus een keer iemand tegen en dan zegt hij... Hey, goh, leuk, en mooiste periode gehad. En ja, dan houdt het op. Ik ben ook niet zo dat ik zeg van... hoe is het met je? Ik las gisteren een prachtige opmerking. Een heel groot artikel over Preud'homme. Dus van FC Twente. En er stond een stukje, stond daarnaast... De ontdekker van Mourinho. Dat vond ik een verhaal. Hè, dat sluit precies aan op hetgene wat jij zegt. Die Mourinho, die was keeper bij Benfica. Stopt als keeper en wordt technisch directeur. Gaat maanden later gaat hij naar Barcelona. Om welke reden dan ook, stond er niet bij. En dan loopt hij tegen Mourinho aan. En Mourinho was daar, hè, dus vertaler, tolk van Louis van Gaal. Nou, stukje schrijft. We komen aan tafel en we hebben 8 uur over voetballen zitten praten. Heel kort daarna wordt de trainer eraan geflikkerd bij Benfica. Hij legt Mourinho neer bij de club, bij zijn president. En Mourinho is trainer geworden van Benfica. Nou, en vraagt, hè, dus het Porto was het. Porto. Wat? Mourinho was trainer van FC Porto. Maar niet van Benfica? Nee, Porto. Stond het er verkeerd, Martijn? Oké. Okay. Nee, okay. Ja, volgens mij heb je gelijk. Heeft u UEFA Cup gewonnen met Porto? Ja, klopt. Ja. Nou, en vervolgens sluit het dingetje af van... Hebben jullie nog veel contact? Zegt Preud'homme. Nee, heel af en toe. Hij zegt, dat kan ik me voorstellen. Want die man is zo alle Jezus druk. Die heeft wel wat anders te doen als 2 keer op een dag dus met mij te bellen. Nou, hoezo uit het oog, uit het hart? Ja. Dus misschien als Preud'homme dus geen... Nou ja, dus bij Porto was geweest. Ja, was Mourinho misschien nooit geen trainer geworden. Ja. Maar jij kan er gewoon goed mee omgaan met de harde wereld, met de harde voetbalwereld. Jij kan het handelen en je kan het ook relativeren, ja. Omdat je zelf eigenlijk ook zo bent. Ja, 100%. Nou is het voetbal natuurlijk ook enorm veranderd. En de trainers van vandaag de dag zijn misschien ook heel erg veranderd. Of heb je dat idee niet? Jawel. Maar ik vind dat dat een logisch gevolg is. He, dus van een aantal dingen die je dus heel makkelijk bij elkaar op kan tellen. Kijk, toen ik begon, brak er ook net eigenlijk een andere periode aan. He, als in de midden jaren 60. Nou, en dat is dus nu weer veranderd. He, de trainingstechnieken zijn wat veranderd, maar daar heb ik allemaal nog in gezeten. En ik volg alles. He, ik heb nog niet zo heel lang geleden, heb ik ook die cursus gevolgd van René Meulensteen. Hier 4 dagen in Drachten. Dus ik ben nog techniek trainer ook. Het is niet voor te stellen, maar ik ben het wel. Maar waarin verschilt de trainer Frits Korbach van de hedendaagse trainer? Omdat Frits dus altijd 100% zegt wat hij denkt. En de trainers van nu niet? Nee. Ik schakel hem weg als ik die jongens hoor praten, met alle respect. Want die proberen echt, dus met z'n allen... Ja, misschien 1 of 2 uitzonderingen. Ja, die proberen de ideale schoonzoon uit te hangen. Eentje die het bijvoorbeeld niet doet, is Jan Eversen. Jan is ook een jongen waarvan je zegt... die zegt ook gewoon wat hij denkt. Maar jij flapte er werkelijk waar alles uit. Speelt dat ook niet mee? Dat bepaalde mensen binnen bepaalde clubs dat niet representatief vinden? Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Ik heb wel eens iets uit, maar kijk, elke oorzaak kent zijn gevolg.
Wij hadden dan veel resultaten in het tweede jaar, dus met de Graafschap. Daar zijn we nummer 8 geëindigd in de competitie. Ja, die mensen die vinden dat nog steeds een feest. Ik begrijp niet waarom, want het is geen prijs. Maar goed, de beste prestatie sinds alle tijden. Nou, dus ik kom na afloop bij de pers vandaan in die hele grote ruimte. Nou, ik moest zo naar binnen. En nou ja, dat zal. Dus ik had altijd een eigen plaatsje bij elke club. Dus ik sta daar met mijn sigaartje, komt er een vent naar me toe. Dus een van de grotere sponsoren, bleek achteraf. En die zegt met een zatte kop, omdat ik niet van bang kon worden. En die haalt zo die sigaar in mijn mond. Nou, dus ik heb maar weer een nieuwe gepakt. Dat deed hij nog een keer. Dan heb ik maar weer een nieuwe gepakt. En bij de derde keer heb ik hem bij zijn revers gegrepen. En heb ik hem zo in de hoek geplukt. Dus de volgende morgen belt Hilke me op, mijn voorzitter. Hij zegt, Frits, dat heb je niet goed gedaan, hè? Ik zeg, je moet tegen die Mongool zeggen dat hij niet meer bij mij in de buurt komt. Ik zeg, anders kent zijn wijf hem niet meer, hoor. Nou ja, die heeft dat weer een beetje gelijmd. Dus we hebben een hapje gegeten. Die man heeft 25 keer excuus gemaakt. Maar het is wel gebeurd. Kijk, de huidige groep van collega's, die zeggen dan, joh, lach aan die man en draai maar even om. En ik loop er even bij vandaan. Nou, ik niet. Jij bent wie je bent. Ja. En heel veel mensen, die accepteren dat. En er is natuurlijk ook een groep mensen, wat we net zeiden, 50%. Ja, die vinden je dan een asociaal. Nou, en tel het maar bij elkaar op. Maar je zou jezelf ook niet kunnen veranderen? Nee, dat ga ik nooit doen. Dan zou je jezelf verloochenen? Ja. Maar begrijp je de clubs ook? Dat die, ja, tegenwoordig zitten ze natuurlijk ook op een representatief type te wachten. Begrijp je die clubs ook? Of is het voor jou eigenlijk totaal van ondergeschikt belang? Ja, ik vind het ten opzichte van hetgene wat je wil. Hè? Het gaat om winnen. En het gaat om mooi voetbal. En met mooi voetbal heb je een kans, een grotere kans, dat je wint. Hè? Dus met beter voetbal. Maar dat is afhankelijk van zoveel factoren. Je kan namelijk ook een keer winnen als je afschuwelijk speelt. Hè? Dat kan. Nou, en ik wil graag winnen. Ten koste van veel. Heel veel. Nou, en dat zijn dingen, ja, dat is blijkbaar, hè, zeggen ze, maar dat weet ik inmiddels zelf ook wel. Hè, dat is het voordeel, hè, van een dagje ouder worden, dat je dan, ja, dus best wel in de gaten hebt. Ja, dat, hè, dus als ik bij een club binnenkom, ja, dan ben ik niet die olifant door die beroemde porseleinkast. Maar ik zet wel een aantal dingen neer, dat iedereen dus weet hoe duidelijk het moet zijn. En dat ik daar niet de hele dag... He, dus als een politieagent achteraan moet. En als ik er één, dus eens een keer, ja, op een misdaad betrap, ja, dan gaat hij eraan. Dan roep ik hem in mijn hoek en dan doe ik de deur dicht. En ik zet de waakhond voor de deur met een paar van die oordoppen op, want die mag het ook niet horen, want het is dan puur onder ons. En daar kunnen sommige mensen blijkbaar slecht tegen. Ja. Die willen er dan dus heel graag bij horen. Mediaoptredens. Van jou, iedereen, alle journalisten vonden jou natuurlijk geweldig, omdat jij geen blad voor de mond nam. Altijd natuurlijk, het scoorde altijd voor de tv, maar achteraf natuurlijk niet altijd even handig voor je eigen positie. Heb je daar heb je ook geen spijt van? Nee, 100% niet, Martijn. Ik heb alleen wel eens gezegd, ik zei, jongens, ga er nou eens vanuit, en dat was nog in de periode dat het nog niet zo erg stil was, van als ik er niet meer ben, dan kunnen jullie ook stoppen met het vak, hoor. Beetje, hè, dus uit het cynisme. Hè, zo van, ga lekker dan dus een uurtje zitten praten met iemand die wel veel vertelt, maar niks zegt. En zo is het in feite dus wel. Hè, want hoe vaak zit ik... Ik zit er bijna overal naar te kijken, natuurlijk. Hè, en dan hebben we onze nababbels. En dan denk ik ook wel eens, joh, waar zitten ze nou over te praten, man? Irriteerde jij je er nooit aan als je al die stukjes las over jou, over je persoon, en dat het elke keer weer over je drankgebruik ging en ja, dat er negatieve publiciteit allemaal om jouw persoon was? Irriteerde je dat absoluut niet? Nee. Hoe kan het? Ja, dat is ook eens een keer iemand geweest en dat was meneer Happel. Toen ik net dan dus met mijn club, dus de kwart over zes club, noemde ik hem dan, Wageningen,
Wij trainen om 6:15 en we werden kampioen van de na-competitie. En toen gingen we dan dus tegen alle grote manieren spelen. En nou, we moesten tegen Feyenoord. Nou, ik keek natuurlijk tegen die Happel op als tegen de Dom, hè, bij wijze van spreken. Ja, en Happel, komt daar. Ah, toen was daar gewoon een Sigurdsloel. Ja, dus ik was altijd een Sigurdsloel. En toen kreeg ik later dus wel wat, ja, wat meer hè, de spraak met hem. En toen zei hij de legendarische woorden: beter negatieve publiciteit dan geen publiciteit. En dat vond ik een ijzersterke opmerking. Dus misschien heeft dat dus ook wel meegespeeld in mijn gedachten. Van ja, dat mensen dan eens een keer wat vervelend doen hè, om wat over mijn privé te schrijven. Welke trainer van vandaag de dag lijkt het meest op Frits Korbach? Boe. Kijk, ik heb natuurlijk een aantal collega's die ik als speler heb gehad. Ron Jans heb ik 5 jaar gehad als speler bij PEC Zwolle. Fred Rutte 3 jaar gehad als speler bij FC Twente. Waarvan ik overigens van beide nooit had verwacht dat ze trainer zouden worden. Maar ik heb niet zo 1, 2, 3 iemand waarvan ik zeg van ja, dat is een lookalike. Ja, Pau. Maar goed, die is wat minder in... Paul Krabbe. Paul Krabbe. Wat minder in de publiciteit natuurlijk. Maar goed, wij gaan ook zo vriendschappelijk met elkaar om. Hij belt me 2 keer op een dag of 1 keer en ik bel hem 1 keer. Dus het gaat altijd dus over. Dus het voetballen, we gaan zo heel af en toe eens een keer de grens over. Dan gaan we bij Schalke kijken naar de training. Binnenkort gaan we weer eens een keer bij een andere mof kijken, bij Dortmund of zo. Dus ja, ik heb hem wel eens geholpen. Tenminste, dat vond hij leuk. Dan ging ik bij hem het veld op en dat deed ik, de training. Nou, en als ik hem dan bezig zie, ja, dan die heeft daar wel wat van weg. En Jan Evers zit daar wel redelijk tegenaan, vind ik. Jij wil graag, heel graag weer aan de bak. Wat is jouw meerwaarde? Wat voeg jij absoluut toe aan het hedendaagse voetbal? Meer winnen dan verliezen. Want dat is het Korbach-effect? Ja, wat het ook mogen zijn. Maar ook uitgekristalliseerd. Dus om de goede poppen op de goede plek neer te zetten. Want ik zie dan dus heel veel wedstrijden waarvan ik de spelers redelijk goed dus mag beoordelen. Ja, dan denk ik, die staan op de verkeerde plaats. Noem eens een voorbeeld. Ajax. Hamdoui Suarez? Ja. Ik vind, die moet je dus beide centraal laten spelen. En dan zou ik zeggen, ga dan uit van de staffel. Het Nederlands elftal doet dat nu dus ook. Maar wij zijn, dus bij Volendam, mijn tweede Volendam-periode, ja, zijn wij 17 wedstrijden achter elkaar ongeslagen gebleven. Met dat verhaal. Zoet de bier in de kool. Je moet natuurlijk ook de spelers hebben. Wienand Verloon, René Binken, Robert Molenaar, Tom Sier, Johan Steur, André Waziman, Alex Pastoor, Hans Bond, Joris Smeets en Fabian de Vrijtas. En we waren op dat niveau niet af te stoppen. En ik had natuurlijk ook de spelers ervoor. Pastoor de regelaar, Waziman de loper, Smeets de hoekenman. En de bal heen kunnen spelen. En Vrijtas zwaar op de brommer. Dus met zijn kop op de kogelgoed en met zijn reet in de kogelgoed. Nou, doe je dat bij Ajax, met die twee. En je zet er dus een loper. Dus echt dus bij. En een verdedigende man. Hebben ze er zat van. En je zet 2 Austenbahn-stormers, zeggen wij, als mof. Ja, en ze hebben een fantastische keeper en een goede achterhoede. Behalve een slechte linksback, vind ik, Anita. Ja, dan halen ze meer punten als dat ze dat nu doen. En het zwaard van Damocles, dat hangt allemaal boven dat Ajax. Ja, we moeten met buitenspelers spelen. En dan zeg ik, ja, hoezo met buitenmensen? Die gasten die spelen toch al lang niet meer buiten. Daar zijn ze toch veel te oud voor. Frits, je bent op papier een van de meest succesvolle coaches. Want hoe vaak ben je gepromoveerd? Wageningen. Zwolle, kampioen. Gepromoveerd met Volendam. Gepromoveerd met Twente. En Heerenveen, 5 keer. En dan word je onlangs 65... En is er nauwelijks aandacht?
Nee. Verbaasde je dat? Nee. Zo'n succesvolle trainer wordt 65 jaar, heeft niet als een monnik geleefd en er is nauwelijks aandacht. Dat is toch raar? Ja, aan de ene kant, we hadden het er, dus voordat we begonnen met Gerard met de camera, hadden we het er ook al even over. Ja, nee, dat raakt me niet, dat heeft mijn interesse niet. He, dus dat Gerard dus een weekendje Ameland regelt, anders zou ik het liefst, dus ja, met mijn kinderen, hè. Ik bedoel, dat kan. Maar ja, ik hoef daar niet zo'n circus van te hebben. En ik had het ongetwijfeld leuk gevonden, hoor, laat ik dat voorop stellen. Ja, want anders ga je natuurlijk zitten liegen. Maar als het dus niet gebeurt, ja, vind ik het ook goed. Maar je 65ste is eigenlijk geruisloos voorbij gegaan. Het moet heel vreemd zijn geweest. Heb je het idee dat je een beetje vergeten bent? Nee, ook dat heeft mijn interesse ook niet, Martijn. Dat weet ik niet. Je zou haast denken van wel. Zijn ze je vergeten? Ja, soms heb ik de indruk dat het zo is, ja. Maar ik kan me bijna niet voorstellen. Want overal waar ik kom, of waar we komen, ja, dan word je met open armen word je dus binnengehaald. Ik hoef maar te bellen. En ja, ik wil niet zeggen dat ik met de rode loper binnenkom. Maar ik kom overal binnen. Maar jij zou Frits Korbach gelijk vastleggen. In welke functie dan ook. Technisch directeur, technisch manager, trainer. Ja, zou ik doen. Heb je wel eens gedacht om assistent trainer te worden? Nee. Want? Ik heb dat dan één keer, want je praat dan altijd het makkelijkste uit ervaring. Ik heb dat één keer samen met Leo gedaan. En hoe ging dat? Nou, dat vond ik niet slecht. En Leo is een goede trainer. Ik kan over andere trainers, ik kan wel praten over hun presentatie. Maar ik kan er niet inhoudelijk over praten van, nou, dat vind ik een goede trainer. Ik heb hier één keer gekeken bij Dick de Boer. En toen dacht ik, dus qua oefenstof ziet het er aardig uit. Maar inhoudelijk, ja, niks. Dat gaan we doen. Tijd. Nou, ik heb geen zinnige aanwijzing gehoord. Dus niet om het spel even neer te leggen of wat dan ook. Niks. Maar jij zou het misschien ook niet kunnen opbrengen om naast iemand te gaan zitten op de bank? Ja, ik wil er wel naast zitten. Maar ik moet wel voor het zeggen hebben. Want met alle respect, daar is Frits Korbach te groot voor, assistent-trainer? Nee, ik voel me er niet te groot voor. Laat ik dat dus zo vertellen. Kijk, en het is ook maar net welke naam dus het beestje dus gaat krijgen. Maar het moet wel zo zijn dat iemand zegt, oké, die is op papier de hoofdman, dus het opperhoofd. Maar met een hele grote invloed, dus vanaf deze kant. Stel, iemand zou je nu weer vragen om assistent te worden. Ik denk dat je dan bijvoorbeeld heel complimentair kan zijn met een andere trainer. Daar zou je wel over nadenken. Daar zou ik over nadenken. Maar dan moet het natuurlijk wel iets van buitengewoon niveau zijn. Dan moet niet Windkracht 24 komen of zo. Met wie zou jij nou het liefst samen willen werken? Die zijn er niet meer. Wie waren dat? Jacobs, Appel, Michels. Daar, kijk, met Bertus heb ik natuurlijk, ja, dat heb ik net al gezegd, 3 jaar, ja, fantastisch mee kunnen werken. Ja, daar heb ik zoveel van afgekeken. En ik heb over Appel en natuurlijk zoveel dingen van Rinus gehoord, van Israël. Die overigens, dat is de andere kant van een speler, die heb ik geloof ik 10 keer gezegd. Ik zeg, Rien, waarom word jij nou geen trainer? En dan zei hij dus elke keer, trainer, sodomiet het toch op, joh. Hij zegt, dat is niks voor mij. Tot het moment dat hij me belde. Toen zat ik hier, geloof ik, bij Cambuur of zo, eerste periode. Hij zegt, heb je even tijd voor me? Ik zeg, wel, wat moet je weten dan? En hij zegt, niet aan de telefoon. Hij zegt, jij met je aantekeningen, hij zegt, ik heb er altijd om gelachen.
Hij zei, maar heb je even tijd voor me? Nou, dan heb ik mijn koffer dus volgedaan. He, dus met mijn A4 bloknoot. En toen hebben we een halve dag gezeten. En toen is Rinus trainer geworden, ja. En heeft het toch ook, ja, naar behoren heeft hij het gedaan. Je hebt bij heel veel clubs onder contact gestaan. Bekend is in de voetballerij is er ook een wereldje van pracht en praal en veel geld. Wat heb jij er nou uiteindelijk aan overgehouden? Lekker wijf. That's it? Ja, nee, kijk, wij verdienden natuurlijk in die tijd verdienden we best goede salarissen. Maar niet, hè, dus in de orde van grootte, dat je zegt van, als je nu dus je trainingspak kan gaan trekken en je veters vast kan maken en je kan zeggen ik ben de hoofdtrainer, ja, dan heb je al 3,5 ton te pakken. Maar dat was in onze tijd was dat natuurlijk niet zo. Wat verdiende jij in je goede jaren? Tussen de 60 en 100. Gulden, hè? Maar goed, als jij je geld beter had bewaard, of je centjes beter in de gaten had gehouden, andere keuzes had gemaakt, dan moet je er ongetwijfeld veel meer aan overgehouden hebben. Jazeker. En er is nog een belangrijk onderdeel waar ik later nog wel eens over na heb gedacht. Ik tekende het contract bij PEC Zwolle. En dat was toen was ook een bedrag van 80 of 85 of zo. En ja, toen was net die CBV, die was dus gekomen. En dan moest iedereen verplicht lid van zijn. Dus dat betekende 5.000 dus voor de werknemer en 5.000 voor de werkgever. Dat moest dus in dat fonds van dat CBV. En toen zei de toenmalige voorzitter Jan-Willem van der Wal, directeur Slavenburg in Overijssel. Hij zei, Frits, dat moeten we niet doen. Ik zei, ja, maar meneer van der Wal, dat is wettelijk verplicht. Hij zegt, dat is helemaal niet waar voor jou, jij bent Duitser. Ja, en ik voelde me dus helemaal niet dus een mof, laat staan een echte mof. Dat heb ik toen niet gedaan. En hij heeft het voorstel ook neergelegd bij mij. Hij zegt, dan pakken we die 10, die pakken we op die 5 van jou, of buiten het salaris, of in het salaris. En die 5 van de club, nou, die zetten we ergens weg. Dan had ik er nou een ton of 7 van overgehouden. En nou krijg je dus een paar patiënten. Maar die mooie wereld, die schone schijnwereld, een voetballerij met veel geld, die is voor jou eigenlijk nooit opgegaan? Nee, het vele geld niet. En ik heb het ook nooit gezien, en zo zie ik het nog niet, dat het een schijnvertoning is. Het is geen poppenkast, het is geen Jan Klaas en Katrijn. Nee, maar als je er anders mee was omgegaan, dan had je bij wijze van spreken nu veel meer geld gehad. Ja. Kijk, als wij ergens zitten, dan ik heb geen 220 op mijn achterzak staan, hoor. Ik ken er wel een paar die dat hebben. Die hebben echt 220 volt op de achterzak staan. Nee, geld is niet belangrijk voor je? Het is wel belangrijk. Maar ja, het is makkelijk als je het hebt. Maar er was nog een beroemde uitspraak. Ik weet ook niet wie die heeft gedaan. Weet je waarom geld rond is? Dan rolt het makkelijk. Anders hadden ze het wel vierkant gemaakt. Maar je woont nu in Leeuwarden op een flat, een mooie flat, daar niet van. Maar als ik denk aan de grote Frits Korbach, die allerlei clubs onder zijn hoede heeft gehad, dan denk ik nou, en die is nu 65, die zal er wel ondertussen wel warmpjes bij zitten en die zal wel in een mooie villa wonen. Maar je zit in een flat, maar daar voel je je wel goed bij, denk ik. Heel goed. Martijn, heel goed. Ik heb dus door mijn hele carrière in grote huizen gewoond. Ik heb mooie huizen kunnen kopen voor behoorlijke bedragen. Want daar is ook geld dus mee in de brand gevlogen. Dus voor een groot bedrag tussen aanhalingstekens kopen. En voor een kleiner bedrag dus moeten verkopen. Dus ja, die tijd die heb ik wel gehad. En waar is dat allemaal gebleven dan? Ja, waar is het gebleven? Leg je het maar uit. Ik lig niet daar in een van die kasten of zo. Maar dat doet ook geen pijn? Nee. Nee. Want wat is veel belangrijker dan geld voor jou? Dat ik me prettig voel. Dat ik mooie kinderen heb. Eén die
gelukkig, dus met zijn handicap, dus heel goed overeind is gebleven. Nou, twee leuke kleine kinderen, leuke vriendin. Ik kan doen en laten wat ik wil. We kunnen een vakantie nemen. En hoe zie je de toekomst? Tja, ik kijk vaak niet verder als de dag van morgen. Dat vind ik al spannend genoeg. En dan kom ik weer terug op hetgene wat ik dan dus toch graag zou willen. Ja, daar hou ik me dan dus niet mee bezig, want dan krijg je het toch niet. Daar geloof je echt in, hè? Ja, daar geloof ik echt in. Dus jij denkt, als je ergens heel erg je op fixeert, krijg je het juist niet? Nee. Nee. Het is misschien een verhaal uit een kinderboek. Een ventje in de box die zegt van, ik ben deze auto zat, die heb ik in de hoek geplukt. En nou wil ik die. En dan krijgt hij hem niet. Er zit een filosofie achter. Dus misschien amateurpsycholoog uithangen. Maar ik denk dat zo is, Martijn. Als je nou je hele carrière nog eens een keertje de revue laat passeren, waar ben je nou het allertrots op wat je bereikt hebt? Ja, die heb ik niet. En... Is er niet één ding dat er uitspringt? Nee. De meest dierbare herinnering? Nee. Ja, daar zou ik een pakket op moeten noemen. Daar zitten we hier vanavond om 12 uur nog, denk ik. Kijk, dat is misschien een beetje een uitspraak die meer mensen doen en hebben gedaan. Maar voor mij is mijn leven... Dus met een paar hinderlijke onderbrekingen natuurlijk. Waar we uitgebreid over gesproken hebben. Epilepsie te veel en te vroeg. Dus aan de papegaaisoep zitten. Ja, is het één groot feest geweest. Nergens spijt van?